Thijs Kemperink, ja. Jan Bruins, even onderbreken in deze voorbereiding is het op de show. Hoe gaat het er op heden? Goed. Beter dan de voorbereiding van Twente zelf, denk ik. Wat mag het publiek verwachten? Ja, moet je al laag inzetten natuurlijk. Hè. Wat ook in de krant stond, een geoliede chaos. Dat wordt wel echt een chaos, maar wel een georganiseerde chaos. Jan Bruins, stadionspeaker, wat is jouw rol? Ja, ik ben gewoon de stadionspeaker tijdens de grote FC Twente degradatieshow. En ik ben eigenlijk degene die af en toe wat saaie teksten tussen alle humor doorspreekt. Jan Riesewijk, bekend van Jonge Leu en Oude Grond. Zo kent iedereen in Twente je. Ja, ja. Wat is jouw rol in deze show? Ja, wat zakt er van zing? Ik ben zo'n beetje de laatste hoop, loopt op Holm. Het is natuurlijk de vraag, niet alleen deze oom, maar ook ja, met Twente voor geet op aan. Welke kant? En omdat dat nog een beetje ongewis is, is het misschien wel goed dat er nog een zegen overheen komt. Kijk, en dan mag ik komen. Dus ben je een beetje Twente supporter? Nou ja, ik ben Twentenaar, hè? Volbloed Twentenaar. Dus ja, dan ben je natuurlijk ook voor Twente. En dat ben ik ook. Ik was in 2010 al muur nog trots, oprecht trots, hè, toen landskampioen werd, dus echt Twentenaar. Maar ik ben geen diehard voetbalfan, dus dat ze doen degradeerd ben, daar heb ik geen nachten wakker van lengen. Ik vond het heel goed, erg jammer. Nee, ik heb mijn openingsreden, daar zit ook heel veel emotie bij, als supporter. Dus dan is het niet alleen maar een grap. Dus daar zit wel grap in, want ik weet nog niet welke daar de mooiste is. Waar ik het meest zin aan heb, is Stockholm Oost. Dat is de supportersclub. Dat is onze supportersclub en we gaan dit keer echt los. Ja, en niemand in het stadion is veilig. Ja. En daar hebben we heel veel zin in. Ik wel, want dat wordt improviseren. Het is een orde aan de supporters, deze voorstelling. Dus dan moet je het ook over de supporters hebben. En die mensen die het kapot maken, die zijn ook allemaal weer weg. Dus dan moet je, af en toe moet je het ook een keer begraven en we gaan verder. En dit is de orde aan de supporters die er allemaal nog zijn.